Wat zou je andere leiders aanraden? Is het een manier van leiding geven die iedereen in principe kan gaan doen? Of heb je daar eigenschappen voor nodig? Of? Ja. Ik denk dat iedereen het kan. Maar ik denk dat... wat ik zie, dat denk ik CEO's zich sterk de vraag moeten stellen. En ik hoop dat ze afstand doen van het feit dat ze zichzelf belangrijk vinden. Ik denk dat dat een redelijke component is die dagelijks parten speelt. En je mag het dan ego's noemen of et cetera. Of de zucht naar macht of naar geld of naar status. Ik denk dat dat een groot probleem is. Je vertolkt gewoon een rol. En ik vertolk die rol bij de gratie van de medewerkers. En dat zie ik als een geschenk. En ik word daar best redelijk voor betaald. En dat vind ik allemaal prima. Maar dat is het. Maar je bent niet belangrijker dan een gewoon... Ik zeg ook heel vaak, jij bent gewoon één van de 1100. Nou, dat is direct zo vlak dat dan totaal niet mee eens. Maar dit terzijde. Maar dat beeld wil ik wel continu uitdraaien. Uitdragen. Dat is voor mij een hele belangrijke component. Twee is, voor mij stel jezelf continu de vraag. Vind ik dit echt leuk? Is dit nou echt mijn ding? Ben ik weer degene die een bedrijf in een bepaalde fase verder kan helpen? Dus stel je de vraag, stel je ook kritisch op. Stel je ook kritisch op in de zin van, ben ik nog flexibel? Want al mijn cellen in mijn lichaam verstarren. Die verkalken, weet ik veel, de botten, et cetera. Ik ben nu 56, dus mijn hersenen verstarren ook. Dus ik ben echt van mening dat je verstart ook in denken. Dus kijk naar je verstarring. En kijk naar, laat je nog echt alle ideeën en iedereen, laat je die oprecht toe in jouw denkvermogen. En ik denk dat heel vaak het antwoord is dat je daar nee op moet zeggen. Nou, dan kun je nog zeggen van, heb ik dan voldoende dynamiek georganiseerd in mijn team? Heb ik dan voldoende wisselingen? Want dan kan iemand anders door jou op het idee brengen. En uiteindelijk is dat een soort van een houdbaarheidsdatum. Nou, en ik denk, stel je continu de vraag van, ben ik nog degene die het bedrijf verder kan helpen? Of wordt er niet eens tijd dat? Of eigenlijk vind ik het al een paar jaar al helemaal niet meer zo leuk. Of noem maar op. Nou, voor mij wordt dat nooit gesteld. Praat erin met de commissaris. Heb dat beoordelingsfunctioneersgesprek. Dus die, en er wordt ook veel te weinig gedaan. Veel te weinig gedaan, denk ik gewoon. Ook de persoonlijke ontwikkeling van directies. Dat die ook persoonlijk ontwikkeld moet worden. Of in 45, 46 zijn, maakt niet uit. Maar er wordt op dat niveau veel te weinig gedaan. Dat de raad van commissaris nog de beheerder is van het personeelsdossier van mij en van directievoorzitter. En heb het erover met elkaar. En dat zou ik heel graag iedereen willen aanraden. Ook een grote mate van zelfreflectie hoor ik. Ja. Ja, stel je daar kwetsbaar op, hè. Want als ik die vraag aan een gemiddelde directievoorzitter zal stellen, dan zullen er 9900 zeggen, ja, ik ben geweldig flexibel. Tuurlijk, dat overkomt natuurlijk iedereen behalve mij. Onzin. En trek daar de consequenties uit. Dus, blijf dus op je post zitten, omdat je overtuigd bent, enzovoort. En men is overtuigd, en blijf niet op de post zitten van, ja, oké, nou vervalt mijn staat, wat moet ik dan gaan doen, of enzovoort. Dan zou je denken, werken in Nederland veel plezier doen. Maar het is geen gemakkelijk besluit, hoor. Ik bedoel, dat is niet makkelijk. Ja, en als je dan, heb ik dan nog twee, van het soort van die cultuuruitdraging, stel je altijd de vraag, alle besluiten die je neemt, wat zijn dat voor mij mensen? En twee, stel ik altijd de vraag, elk besluit wat ik neem, moet je in de kantine kunnen hangen? Een soort als een referentie, niet met de vraag van, ben ik het er mee eens? Maar wel, omdat daar het antwoord gegeven wordt of het congruent is. Of de besluiten die je dan neemt, congruent zijn met allerlei andere besluiten. En die kunnen op financieel gebied zijn, die kunnen een CO te maken hebben, strategische oriëntatie, ga je iets bezuinigen of niet, ga je leaseautobeleid bezuinigen, dat hebben we ook allemaal gedaan, maar is dat congruent met allerlei andere dingen? Is dat congruent? En dat is, en die toets, ik noem dat meer de overal cultuurtoets, zeg maar, ja, dat is maar één groep die dat ontzettend goed kan. En dat zijn die mensen die hier in de kantine zitten. En dan kun jij en ik kunnen dat niet meer. Maar ik vind wel dat je daar moet toetsen. En dus die vraag moet je stellen. En als je twijfelt of dat in de kantine kan hangen, dan sta je besluit in ieder geval uit. Want dan zit er iets wat wringt. En daarmee hoeft de inhoudelijkheid van het besluit niet te veranderen, maar misschien wel de communicatie eromheen. Om weer aansluiting te zoeken van met de mensen die denken, hé, dat is niet congruent. En dan denk je er nog eens over na. Oh, oké,
oké, maar zo past het natuurlijk wel, want dit is volstrekt logisch. En dan kun je er communiceren. En dan wordt erop ingetekend. We hebben hier behoorlijke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Niet de kleinste. Nou, daar is met het grootste gemak van de wereld is erop ingetekend. 0% CAO, 55-plus regelingen, allemaal. Dat is relatief makkelijk hier gegaan. Omdat je, want als dat allemaal congruent is met datgene wat we hier doen, proberen iedereen aan de praat te houden, niemand ontslaan, proberen het geloof te hebben dat mensen kennisbronnen hebben die als de economie een beetje aantrekt, die wel weer kunnen gebruiken. Daar gaan we ietsje minder winst maken, dat is natuurlijk logisch, of een stuk minder winst, maar dan gaan we over de wel de mensen aan de praat. En als je dat hele constellatie dan zo ziet, en een voorwaarde van dat we ook op de primaire arbeidsvoorwaarden wat moesten bezuinigen, dan denkt iedereen, ja, dat is congruent. Volgens mij slaas gaat ook niet omhoog. Maar als je dat maar in de Volkskrant leest, dat de gemiddelde slaaf van alle directievoorzitters, weet ik hoeveel procent gestegen zijn ten opzichte van de CAO-mensen. Nou, en in dit bedrijf is dat volstrekt ondenkbaar. Als de CAO's 0% krijgen, krijg ik uiteraard ook 0%. Dan wordt hier zelfs nog geen seconde aandacht aan besteed. Die vraag speelt hier niet. En ik snap dus niet hoe die kan spelen bij andere bedrijven. Dat gaat ver boven mijn fantasie uit.